Welkom op ons homo-monument. Het jaar dat we 50 jaar Stonewall herdenken, begon niet goed. De Nashville-verklaring maakt duidelijk dat we nog een wereld te winnen hebben. Die maakt duidelijk hoeveel moeite conservatieve gelovigen hebben met de ontwikkeling in onze tijd en zich steeds meer profiel uiten als het gaat om seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Juist nu is het zaak om als atheïsten en niet-gelovigen solidair te zijn met hen die wel geloven, maar door de Nashville-verklaring verscheurd worden. Mijn naam is Hans Verhoeven en eergisteren stelde ik voor een bijeenkomst te organiseren die het midden houdt tussen een demonstratie en een religieuze viering. Een bijeenkomst die duidelijk maakt dat in onze community plaats is voor iedereen. Dat je in onze community niet alleen kunt zijn wie je bent, kunt houden van wie je wilt houden, maar ook kunt geloven wat je wilt geloven. En hier staan we dan met z'n allen.